Hallo en welkom bij een filmpje waarin dat we het voorschrift opstellen van een tweede graadsfunctie. Wij gaan vooral vraagstukken hierin gaan behandelen. De leerstof komt hier vooral voor in het vierde middelbaar en de nodige voorkennis kan je hier nog eens terugvinden. Wij gaan vooral rekenen met de algemene vorm, de topvorm, maar ook de vorm in de functie van de middelwaarden. Als je dit niet herkent of hier nog niet mee kan rekenen, is het toch best dat je dit nog even opfrist. We gaan dan van start met ons eerste vraagstuk. Flora en Kaatje spelen met het springtouw op de speelplaats. Ze staan op 2 meter van elkaar en houden het springtouw beiden vast op 0,75 meter hoogte. Linne staat in het midden tussen hen en springt in het touw. Wanneer het touw onder Linne doorgaat, moet zij hoger dan 10 centimeter springen om het touw niet te raken. Bepaal het functievoorschrift van de parabool die de vorm van het touw op dat moment benadert. We zien hier nu een parabool staan in het vraagstuk. Dat duidt er dus op dat we een functievoorschrift gaan krijgen van de tweede graad. En we hebben daar een bepaald stappenplan ook voor gezien. Wel bepaald dit stappenplan. Wat we daar gaan mee doen, we gaan het probleem begrijpen. We gaan een oplossingsplan bedenken. We gaan het plan gaan uitvoeren. En ook een kritische terugblik op de oplossing. Wij gaan nu van start met het probleem begrijpen. Daar zijn ook enkele deelstappen bij. We gaan vertellen wat het gegeven is, gegevens in dezelfde eenheid zetten en vertellen wat gevraagd is. We gaan van start. Hier zie je nog een keer het vraagstuk van Flore, Kaatje en Linne. Wij gaan er nu de belangrijkste gegevens uithalen. Ten eerste weten we dat Flore en Kaatje 2 meter van elkaar staan. Daarnaast weten we ook dat ze beiden het springtouw vasthouden op 0,75 meter hoogte. Ten derde weten we ook dat Linne in het midden van Kaatje en Flore staat. Wat weten we dan nog? Linne moet hoger dan 10 centimeter springen om het touw niet te raken. Maar we gaan de eenheden in dezelfde eenheid zetten, omdat dat dan makkelijker rekent. Dus 10 centimeter is gelijk aan 0,1 meter. Wat wordt er dan gevraagd in het vraagstuk? Wel, heel simpel. Bepaal het functievoorschrift dat bij de parabool hoort, die de vorm van het touw op dat moment benadert. En met dat moment bedoelen we op het moment dat het touw onder Linne zich bevindt. Ziezo, dan kunnen we nu doorgaan met de tweede stap, een oplossingsplan bedenken. Daar zijn ook wat deelstappen bij te vinden natuurlijk. Eerst gaan we een tekening maken om zicht te krijgen op de oplossingswijze. Nadien gaan we nagaan of het vraagstuk tot een soort behoort waarvoor we het stappenplan kennen. Hier zien we nog eens de gegevens van ons vraagstuk en deze gaan we nu overbrengen op de grafiek. We weten dat Linne in het midden staat, dus haar beelden we af op de y-as in het paars. Dan weten we ook dat Flore en Kaatje op 2 meter van elkaar staan en Linne staat tussen hen in het midden. Dus we gaan 1 meter links van Linne en 1 meter rechts van Linne ons verplaatsen om de positie van Flora en Kaatje te weten te komen. Dan krijgen we dit op de x-as. Dan weten we ook nog dat Flora en Kaatje het touw 0,75 meter hoog houden. Dus dan gaan we in de punten die we net hebben gevonden 0,75 meter omhoog. En dan krijgen we volgende punten op de grafiek. Dan daarnaast weten we ook nog dat Linne 0,1 meter hoog moet springen om het touw niet te raken. Dus dat beelden we dan af met een punt op de y-as. Dat zie je hier. En om de parabool dan te vinden, gaan we eigenlijk deze drie punten met elkaar verbinden. En dan krijgen we de volgende dalparabool. Goed, we hebben net onze tekening gemaakt. Nu gaan we ook even kijken hoe we verder het plan gaan bedenken om dit op te lossen. We zien hier drie punten staan, waarvan dat we ook de top kennen. Dus de coördinaat van de top kennen we. Daar gaan we ook mee aan de slag gaan. De top is alpha en beta. Dus we werken met het voorschrift van de top. Dit zie je hier nog eens. Wat gaan we doen? We gaan alpha en beta invullen. En dan om de richtingscoëfficiënt te zoeken, vullen we nog eens de coördinaatgetallen van een ander gegeven punt in. Dan gaan we nu het plan uitvoeren. We zien hier nog eens de tekening. Stap 1. We starten vanuit de topvorm. En
daarin vullen we de coördinaatgetallen van de top in. We krijgen het functievoorschrift, we gaan alles invullen en we werken het uit tot we dit voorschrift bekomen. Stap 2. Nu moeten we eigenlijk enkel nog maar op zoek naar onze onbekende a. Dit vinden we door de coördinaat van een willekeurig punt in te vullen. Wij kiezen hier voor k, gewoon om het rekenwerk makkelijker te houden. We vertrekken opnieuw van ons voorschrift. We vullen het punt in. 1 komt op x en 0,75 hoort bij f van x. We werken het verder uit tot we bekomen a is gelijk aan 0,65. Wat kunnen we hier nu mee doen? We gaan gewoon al onze gegevens die we berekend hebben invullen in het voorschrift. Dan krijgen we dit. En dan kunnen we ons antwoord eigenlijk al formuleren, want ons werk zit erop. Het antwoord is het functievoorschrift dat bij de parabool hoort, die de vorm van het springtouw op dat moment benadert, is f van x is gelijk aan 0,65x² plus 0,1. Nu moeten we enkel nog maar even terugblikken op ons antwoord. Hiervoor gebruiken we het grafische rekenmachine. Als je bij s gelijk aan het voorschrift invult, dan krijg je een parabool te zien. Hier lijkt het fout, want hij lijkt de x-as te raken, maar dat wouden we niet. Dus we gaan even kijken naar onze window. Hier zien we dat het uitgebreid is, maar we kunnen dit specifieker maken. Als je deze gegevens invult, dan krijg je de volgende parabool te zien en hier raakt hij de x-as gelukkig niet meer. Nu moeten we enkel nog onze punten controleren. Dus als we x invullen, dus 1, gaan we 0,75 krijgen bij y, dat klopt. Vullen we 0 in voor x, krijgen we 0,1 voor y, dat is onze top, klopt ook. En als we voor x opnieuw 1 invullen, dan krijgen we opnieuw 0,75 voor y, wat ook juist is. Ziezo, nu zijn we aanbeland bij het tweede deel van ons eerste vraagstuk. En ja, het is eigenlijk nog altijd hetzelfde. Het gaat over Floren, Kaatje en Linde die op de speelplaats aan het spelen zijn. Maar nu wordt het gevraagd iets anders geformuleerd. Nu moeten we het functievoorschrift bepalen van de parabool die de vorm van het touw benadert op het moment dat het zich recht boven het hoofd van Linde bevindt. Dus we gaan het springtouw gaan ronddraaien. We volgen opnieuw hetzelfde stappenplan. We gaan beginnen met het probleem te begrijpen. We zien hier opnieuw dezelfde gegevens uit het eerste deeltje. Die kunnen we gewoon behouden. Maar we weten nu nog iets extra. We kennen al het functievoorschrift van het touw op het moment dat het zich onder Linde bevindt. En dat is wel belangrijk om te onthouden voor strakjes. Wat is er hier nu gevraagd? Het functievoorschrift dat bij de parabool hoort die de vorm van het touw benadert op het moment dat het zich recht boven Linde bevindt. Ziezo, niet zo moeilijk. Nu kunnen we een oplossingsplan gaan bedenken. We zien hier de gegevens en de tekening vanuit het vorige vraagstuk. Nu gaan we deze tekening verder aanvullen. Wat gaan we doen? We gaan de grafiek eigenlijk net zoals de curve, de parabool, eigenlijk roteren, net zoals we het touw gaan draaien tot deze zich boven Linde bevindt. Als we dat doen, dan krijg je dit. Dan krijg je deze bergparabool te zien. Wat weten we hier nu over? We weten dat de boog van de parabool nog altijd dezelfde vorm behoudt. Dus onze a blijft dezelfde absolute waarde behouden, 0,65. Maar, omdat het nu een bergparabool wordt, gaat deze a negatief worden. Dus deze a van deze parabool is min 0,65. Wat weten we dan nog over de symmetrieas? Die blijft nog altijd x gelijk aan 0. En daardoor weten we dat alpha van de top van deze parabool gelijk is aan 0. We gaan nu nog even verder nadenken. We gaan even kijken welke punten dat we kennen van deze parabool. Nog altijd het punt van Floren en Kaatje, maar we weten nu ook a. En we weten dat alpha van de top gelijk is aan 0. En daar kunnen we mee aan de slag gaan. Als we het topvoorschrift gaan gebruiken, kunnen we daar de punten gaan invullen. Dus de waarden van a en alpha zijn gegeven. Hier zie je nog eens verschijnen. We gaan dan vertrekken vanuit het voorschrift f van x is gelijk aan a maal x min alpha in het kwadraat plus beta. We gaan a en alpha invullen. En om beta te zoeken uiteindelijk, vullen we nog eens een coördinaatgetal in van een ander gegeven punt. Nu kunnen we het plan uitvoeren. We zien hier opnieuw de tekening. En onze eerste stap
is om te vertrekken vanuit het voorschrift van de topvorm en we vullen A en alfa hierin in. Dit is het voorschrift. We gaan alles invullen tot we dit voorschrift bekomen. Onze tweede stap moeten we nog beta gaan berekenen. Dit doen we door een coördinaat van een ander gegeven punt van de parabool in te vullen. Wij kiezen opnieuw voor K om het rekenwerk makkelijker te houden. We starten van het gevonden voorschrift. We vullen 0,75 in voor f van x en 1 voor x. We werken alles verder uit tot we komen aan beta is gelijk aan 1,4. Wat kunnen we hier niet mee doen? We gaan gewoon alle gegevens opnieuw invullen. Dan krijgen we dit functievoorschrift en dan kunnen we ons antwoord opnieuw gaan formuleren. Het functievoorschrift van onze parabool die de vorm van het touw benadert op het moment dat het zich recht boven het hoofd van lijnen bevindt, is f van x is gelijk aan min 0,65 x kwadraat plus 1,4. Dan rest ons nog enkel maar eens de terugblik op de oplossing. Dat doen we opnieuw met het grafische rekenmachine. We vullen ons nieuwe voorschrift in. Dan krijgen we deze parabool te zien. Die klopt gelukkig al. Nu moeten we nog onze punten gaan onderzoeken. Als we x hebben als min 1, dan krijgen we ook voor y opnieuw 0,75. Dus dat klopt. Vullen we voor x gelijk aan 0 in, dan krijgen we voor y 1,4. Dus onze top klopt gelukkig ook. Vullen we bij x 1 in, dan krijgen we opnieuw voor y 0,75. Dus ook dat is correct. We zijn dan aanbeland bij ons laatste vraagstuk. De sprongen van kangoeroes zijn parabolisch van vorm. Een kangoeroe springt 4 meter ver en bevindt zich over een afstand van 2 meter hoger dan 75 centimeter. Hoe hoog springt de kangoeroe? Dat gaan we nu onderzoeken. We behouden nog steeds hetzelfde stappenplan en we beginnen met het probleem te begrijpen. Hier zie je opnieuw ons vraagstuk en we gaan er de belangrijkste gegevens uithalen. Ten eerste weten we dat de kangoeroe zijn sprong parabolisch is van vorm. Dat is al belangrijk om te onthouden. Ten tweede weten we ook dat de kangoeroe 4 meter ver springt. En daarnaast weten we ook nog dat de kangoeroe over een afstand van 2 meter hoger springt dan 75 centimeter. En we zetten opnieuw alles om in dezelfde eenheid. En 75 centimeter is hetzelfde als 0,75 meter. Wat is er dan nog gevraagd in het vraagstuk? Heel eenvoudig. Hoe hoog springt de kangoeroe? We hebben nu het probleem begrepen. Nu gaan we een oplossingsplan gaan bedenken. We zien hier nog eens de gegevens en deze gaan we op de grafiek overbrengen. We weten dat de kangoeroe 4 meter ver springt. Hij start in de oorsprong en springt dan 4 meter. Dat beelden we zo af. We weten ook dat de sprong een vorm heeft van een parabool. En hij gaat door de twee punten, dus we kunnen dit tekenen. Dan weten we ook nog dat de kangoeroe zich over een afstand van 2 meter hoger dan 0,75 meter bevindt. Wat kunnen we hier dan nog uit afleiden? De symmetrieas is x gelijk aan 2, want de kangoeroe springt 4 meter ver. Als we het delen door 2, komen we uit bij 2. Dit zien we weergegeven in het paars. Hieruit kunnen we ook afleiden dat alfa van de top gelijk is aan 2, want deze ligt op de symmetrieas. Over beta weten we voorlopig niks. We verdelen de 2 meter in 2 gelijke delen. Waarom? Omdat we de snijpunten tussen de rechte en de parabool te weten willen komen. We vertrekken van de symmetrieas en gaan 1 meter naar links en 1 meter naar rechts. Zo komen we uit bij C en D. Deze liggen 0,75 meter boven de x-as, dus daar kunnen we dan ook de waarde gaan aflezen. Zo komen we bij C en D, kunnen we de coördinaten gaan toevoegen. Dan zien we ook nog A en B. Dat is waar de parabool de x-as snijdt. We hebben nu onze tekening. De belangrijke punten tijdens A en B, daar snijdt de parabool de x-as. Daaruit kunnen we onze nulwaarden afleiden. Hier, x1 is gelijk aan 0 en x2 is gelijk aan 4. We hebben hier het voorschrift nu al gezien. We gaan vertrekken vanuit het voorschrift waarbij we de nulwaarde kunnen invoeren. Wat gaan we dus doen? We vullen x1 en x2 in het voorschrift.
En om A te zoeken, vullen we de coördinaatgetallen van een ander gegeven punt in. Om de maximale hoogte van de parabool te berekenen, gaan we moeten eigenlijk kijken naar beta. Om beta dan te berekenen, daarvoor gaan we de waarde van alfa in het voorschrift invullen, om zo beta te weten te komen. Goed, we hebben nu ons oplossingsplan bedacht, nu gaan we het uitvoeren. We zien hier nog eens de tekening. Onze eerste stap is om de gegeven nulwaarde van onze parabool in het voorschrift in te vullen. Hier zie je het voorschrift. Als we dan verder invullen, krijgen we dit. En dat gaan we dan nog uitwerken. We stoppen bij deze uitgewerkte vorm, omdat dit dan makkelijker rekenwerk is later. Ons tweede puntje. We moeten nog juist op zoek gaan naar A. Dit vinden we door coördinaat van een ander gegeven punt in te vullen. Wij kiezen hier nu voor punt C. We hebben hier opnieuw ons voorschrift. We gaan invullen 1 voor de x en 0,75 voor f van x. We werken het verder uit tot we bekomen a is gelijk aan min 0,25. Daar kunnen we nu mee verder. We gaan alle gegevens invullen. We krijgen dit voorschrift. We werken het verder uit en we komen op dit voorschrift. Dan moeten we nog enkel de top zoeken door beta te gaan berekenen. We gaan de waarde van alfa invullen, die is 2. We rekenen het uit en zo komen we op beta is 1. Nu kunnen we eigenlijk ons antwoord gaan formuleren, want we hebben alles gevonden. En in dit antwoord is, in de topcoördinaat is beta gelijk aan 1, dus de kangoeroe springt 1 meter hoog. Nu moeten we dit juist nog even gaan controleren met een kritische terugblik. Daarvoor gaan we terug onze grafische rekenmachine gebruiken. We vullen het voorschrift in. Dan krijgen we onze parabool te zien. Die klopt gelukkig. Nu nog onze coördinaten gaan bepalen. Het window zie je hier nog eens bij. Dat kan een beetje variëren, maar mag ook dit zijn. We gaan voor x 0 invullen. Dan is onze y gelukkig ook 0. Als we voor x 2 invullen, krijgen we voor de y-waarde 1, dus onze top klopt ook. En als we voor x4 invullen, krijgen we het opnieuw voor y 0. Dus de sprong is inderdaad 4 meter, gelukkig.